Open uw Bijbels bij Genesis hoofdstuk 3, vers 13. Adam en zijn vrouw hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarom confronteerde God hen en liet hen hun zonde zien. Eerst vroeg God Adam wat hij gedaan had. En toen vroeg God de vrouw wat zij gedaan had. God vroeg de slang niet wat hij gedaan had. God vroeg Adam en zijn vrouw, omdat God medelijden met hen had. Maar God had geen medelijden met de slang. Toen sprak God de zinnen uit. Eerst vervloekte God de slang. Daar hebben we vorige week uitgebreid naar gekeken. Ten tweede vervloekte God de vrouw. En dat is het belangrijkste deel van de preek van vandaag. De inhoud van deze preek is volledig gebaseerd op Genesis 3, vers 16. En de titel van de preek is Vijf vloeken op de vrouw. Tot wie sprak God? God sprak tot de vrouw. En God veroordeelde de vrouw voor haar zonden. We lezen in Genesis 3, vers 13. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Hebben wij vorige week gezien dat de bewoordingen van Genesis 3 vers 15 zodanig zijn dat de verzoening van Christus in zicht is. En door deze verzoening zou de veroordeling van Satan compleet zijn. En dan lezen we in vers 16. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Wat bedoelde God met deze woorden? Het is belangrijk dat we voor ogen houden wat de context is. Toen God bijvoorbeeld zijn vonnis over de slang uitsprak, gooide God er geen enkele aardigheid in voor de slang. Dit waren allemaal vloeken op de slang en op Satan. Vier vloeken waren opgezond in vers 14. En vier vloeken worden opgezond in vers 15. Er was allemaal donder en bliksem voor Satan. En toch konden we het evangelie door deze vloeken heen zien schijnen. Evenzo, toen God zijn vonnis over de vrouw uitsprak, gooide God er geen enkele aardigheid in voor de vrouw. Dit waren allemaal vloeken over de vrouw. Door vers 16 zorgvuldig te analyseren, tellen we daar vijf vloeken. Maar voordat we deze vloeken gaan analyseren, moeten we ons afvragen, tot wie sprak God? De context geeft aan dat God niet zomaar een gewone vrouw aansprak. Vers 15 geeft aan dat de verzoening van Christus in zicht was. En we hebben gezien dat de vrouw in vers 15 verwijst naar de bruid van Christus. Dat is het lichaam van gelovigen. Dat alle uitverkorenen van God is degene die God koos van voor de grondlegging van de wereld.
En dit is dezelfde groep mensen voor wie de Heere Jezus Christus leed en stierf aan het kruis. Dit is die vrouw die nu in Genesis 3 vers 16 deze vijf vloeken van God ontving. Wat waren dat voor vloeken? Laten we nu vers 16 heel aandachtig lezen. God zei, 1. Ik zal uw verdriet enorm vermenigvuldigen. En 2. Ik zal uw conceptie sterk vermenigvuldigen. We moeten hier niet uit opmaken dat God zei, ik zal uw smart en uw geboorten zeer vermenigvuldigen. Dat Hebreeuwse woord is beslist en dat Hebreeuwse woord wordt nooit vertaald met in, met een i. God richt zich niet tot alle vrouwen in de wereld. God richt zich tot de bruid van Christus. En daarom spreekt God geen vloek uit over alle vrouwen gelijk van toepassing is. Maar het is een vloek die specifiek van toepassing is op de bruid van Christus. Dit is wat de context vraagt. Daarom moeten we proberen dit vers binnen de context te begrijpen. En dan komt 3. In verdriet zul je kinderen baren. En 4. Uw begeerte zal naar uw man zijn. Hij zal over u heersen. We moeten ons afvragen waarom zou God een vloek uitspreken over degene die hij wil redden? Houdt God niet van ons? Zoals hij zei in Jeremia 31 vers 3. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u met liefdevolle vriendelijkheid aangetrokken. Dat is waar. Maar we moeten dit in overeenstemming brengen met de uitspraak in Efeze 2 vers 3 waar God zegt, onder wie wij ook allemaal onze gesprekken voerden in het verleden en de lusten van ons vlees, de begeerten van het vlees en van het verstand en waren van nature kinderen des toorns, evenals die anderen. Wij waren van nature kinderen van Gods toorn, want zo kwamen wij in de wereld als opstandige zondaars. En Gods gerechtigheid eist dat opstandige zondaars onder de toorn van God worden gehouden, omdat het loon van de zonde de dood is. We blijven onder de toorn van God tot de tijd dat we wedergeboren worden, want dat is de tijd dat de verzoening van Christus zal worden toegepast om onze zonden weg te wassen en we een geheel nieuwe ziel ontvangen. We beginnen ons leven allemaal in een vervloekte staat. En daarom zijn we onder de vloek van God tot het moment van onze redding. Ik zal uw verdriet enorm vermenigvuldigen. Is verdriet altijd een cursus? Is verdriet altijd een curse, een vloek? Nee. God schiep het gevoel van pijn als een waarschuwing dat er iets mis is. Pijn is een waardevol geschenk van God. Als we geen pijn voelen, weten we niet wanneer we gewond zijn. Maar wat betekent het dat God het zegt, ik zal zeer talrijk maken. Betekent dat hij ons verdriet zal vergroten, maar de stijging is van wat naar wat. Wat is de basislijn? We moeten niet vergeten dat op het moment dat Adam
en zijn vrouw aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Alles veranderde. De basislijn was de staat voor de zonde. Nadat we gezondigd hadden, werd hun nadat ze gezondigd hadden, werd hun verdriet vermenigvuldigd in werkelijke zin, maar ook in geestelijke zin. U kent bijvoorbeeld allemaal het verhaal van Kain en Abel, de eerste twee zonen van Adam en Eva. We kijken in Genesis 4, vers 8. En daar lezen we, en Kain sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en hem doodsloeg. Adam en Eva werden uit de Hof van Eden geworpen. Dat bracht al veel verdriet. Toen ontdekten ze dat ze door zonde, deze door zonde vervloekte aarde, echt een tranendal is. En God sprak steeds, nog steeds met hen. En blijkbaar gaf God hun instructies hoe ze hun kinderen moesten opvoeden. We zien in Genesis 4 dat zowel Kain als Abel offers aan God brachten. Praktisch gesproken gingen Kain en Abel naar dezelfde kerk waar hun ouders heen gingen. Maar Kain bleek een moordenaar te zijn. En toen werd hij voortvluchtig. Het betekent dat Kain was weggelopen uit de kerk van zijn ouders, omdat hij zijn broer had vermoord. En Kain was bang dat iedereen die hem vindt, het bloed van zijn broer zou wreken. Dat bracht meer verdriet bij zijn ouders Adam en Eva. We zien hier oorzaak en gevolg van de zonde. God zei dat hij de ongerechtigheid der vaderen zou bezoeken aan de kinderen, tot aan het derde en het vierde geslacht van degenen die hem haten. Adam en Eva hadden gezondigd. En nu werden hun zondige neigingen op een veel gewelddadiger manier doorgegeven aan hun nakomelingen. Waardoor het verdriet van de vrouw, het lichaam van gelovigen, werd vermenigvuldigd. Kain treurde niet veel over zijn moord, omdat Kain geen deel uitmaakte van de vrouw, het lichaam van de gelovigen. Adam en Eva werden gered, maar Kain was een verworpene. We moeten dit verhaal onthouden, want het kan ons ook overkomen. Het is heel goed mogelijk dat de kinderen van gelovige ouders tot de verworpenen behoren. Daarom moeten we aan onze kinderen laten zien hoeveel we van Christus houden en hoeveel we bereid zijn om van ons bezit te geven aan de bevordering van het evangelie. En hoeveel we bereid zijn te lijden omdat Christus voor ons heeft geleden. Ga bijvoorbeeld naar het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 15, vers 40. We lezen altijd over de 12 apostelen die rond Jezus waren, maar er waren er veel meer die hem volgden. Er waren er zoals Justus en Matthias, die de Heer Jezus volgen vanaf het moment van zijn doop door Johannes de Doper, tot de dag dat hij naar de hemel opsteeg. En het was ook een groot aantal vrouwen die hem vanuit hun bezit dienden. Toen Jezus werd gekruisigd, vluchtten bijna alle mannen en verstopten zich. Het is niet verbazendwekkend dat de vrouwen tot het einde bij hem bleven. Er waren ook vrouwen, staat daar, van verre dit aanschouwende, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salom, welke ook toen hij in Galilea was hem gevolgd waren en hem gediend hadden en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren.
Deze vrouwen aan het kruis hadden grote droefheid om hun geliefde Messias gekruisigd te zien worden. Maar het kruis was het resultaat van de zonde van alle uitverkorenen, inclusief de zonde van deze vrouwen. Maar het feit dat deze vrouwen tot het einde van de eerste oordeelsdag trouw bleven, is een beeld van vele kerken die tot de tweede oordeelsdag trouw blijven aan het evangelie van Christus. Dit is een aanmoediging van ons. We zien hier dat het ook mogelijk is dat onze kerk nog trouw is als de Heere terugkeert. Ook wij zullen lijden als we de waarheid van het evangelie vertellen. De Heer Jezus heeft beloofd dat we vervolgd zullen worden omwille van zijn naam. En Jezus zegt in Johannes 15 vers 20, denk aan het woord dat ik tot u gezegd heb. De dienaar is niet groter dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jou vervolgen. Er is meer verdriet voor degenen die trouw blijven dan voor degenen die niet gered zijn. Toen zei God in Genesis 3 vers 16, ik zal uw ontvangtenis sterk vermenigvuldigen. Is conceptie een vloek? Wist je dat volgens de Bijbelse opvatting een zegen van God is en het is een geschenk waar alle vrouwen van de Bijbel enorm naar verlangen? Sla Psalm 127 vers 3 maar eens op. In verschillende delen van de Bijbel wordt gesproken over de conceptie als een geschenk van God. Zelfs in de dierenwereld is de conceptie een handeling van God de Heilige Geest. Een baby in de baarmoeder is door God verwekt. Het is een nieuwe mens met een nieuwe ziel. En daarom is abortus moord. Iedereen die gelooft dat we uit zowel lichaam en ziel bestaan, begrijpt dat onze ziel niet is ontstaan toen we het geboortekanaal verlieten. Onze ziel bestond al toen we in de moederschoot waren. We lezen in Psalm 127, vers 3, de volgende versen. Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. De buitsvrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. Welgelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Dus van wie zijn de kinderen? Ze zijn niet van ons. God bezit ze en we hebben ze alleen in bruikleen, omdat vers 3 zegt, kinderen zijn een erfenis van de Heere. Daarom moet de conceptie eerder een zegen dan een vloek zijn. Waarom neemt God dan in zijn vloek op de vrouw? Ik zal uw ontvangtenis sterk vermenigvuldigen. Nogmaals, we moeten onthouden wie de vrouw is. De vrouw vertegenwoordigt de bruid van Christus, het lichaam der gelovigen. Nogmaals, wat is de basislijn? De basislijn is voor het moment dat ze gezondigd hadden. Voordat Adam en Eva gezondigden, waren ze rechtvaardig. Ze hadden nakomelings en hun nakomelings zouden allemaal rechtvaardig zijn. Maar nadat ze gezondigd hadden, werden ze slaven van de zonde en slaven van Satan. En al hun nakomelingen zouden ook slaven zijn van zonde en Satan. Welke conceptie in de baarmoeder zou groot verdriet zijn voor het lichaam van gelovigen? Het zou ons veel verdriet doen als we onze kinderen zouden baren die tot de verworpenen behoren.
Zou het ons niet veel verdriet doen als we wisten dat veel van onze kinderen in de hel zouden belanden? Is dat een reële mogelijkheid? Absoluut, zeker. En ga alsjeblieft naar het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 13. Wat zegt God over de kans dat heiligen kinderen verwekken die ongered sterven? God gaf voorbeelden. De zonen van Samuel waren slecht. Tenminste, 3 zonen van David stierven ongered. Jozef had minstens 1 zoon die slecht was. En een kleinzoon die ongered stierf. Jozua had 3 slechte zonen die na hem regeerden. Enzovoort. God zegt in Matteüs 7, vers 13 en 14. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en brede weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die ten leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Tegen wie sprak de Heer Jezus toen hij deze angstaanjagende profetie uitsprak? De Heer Jezus sprak deze bergreden tot zijn discipelen en tot allen die erna verlangden naar hem te luisteren. Vandaag zouden we zeggen dat Jezus deze profetie sprak tot de mensen in de kerk. Wat hield deze leer precies in? Toen Jezus zei, wijd is de poort en breed is de weg die leidt tot de vernietiging of de hel. Verwees Jezus naar de populaire vrije wil evangeliën, die al vele jaren bestaan. En Jezus verwees naar de populaire doe het zelf reddingen, die al vele jaren bestaan. Vooral in de Romeinse kerk, waar de enige vereiste voor redding is dat iemand in water gedoopt is. Tot al die mensen die deze populaire evangeliën houden, zei de Heer Jezus. Wijd is de poort en breed is de weg die naar de hel leidt. En er zullen velen langs die weg binnengaan. Aan de andere kant waarschuwde Jezus van tevoren. Smal is de poort en beroerd is de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De velen en de weinigen verwijzen niet naar mensen buiten de kerken en mensen in de kerken. Honderden jaren voor de reformatie ging een grote meerderheid van de mensen in Europa elke zondag naar de kerk. Er waren in die tijd maar heel weinig onkerkelijke mensen. En toch moet de waarschuwing van Jezus vermeld in Matteüs 7, vers 13 en 14 van toepassing zijn op alle volken en alle tijden. De waarschuwing van velen en weinigen is gericht aan de mensen in de kerk. Is er daarom een groot verdriet voor de heiligen om te weten dat veel van hun kinderen en kleinkinderen in de hel zullen eindigen? Maar voor alle ongeredden in de kerk is dit niet van belang, omdat ze geloven dat al hun kinderen en kleinkinderen in de hemel belanden, omdat ze gedoopt zijn. We lezen in Genesis 3, vers 6, de derde vloek. In droefheid zult u kinderen baren. Welke vloek is dit? We hebben het verdriet dat het gevolg is van de zonde zelf al behandeld, inclusief het verdriet van berouw over de zonden. We hebben al het verdriet behandeld van het voortbrengen van kinderen die verwerpelijk blijken te zijn. Kinderen die niet gered blijven en niet gered worden. Maar nu zegt God in Genesis 3, vers 16, in droefheid zult u kinderen baren. Over welk verdriet gaat het? Verwijst dit naar de pijn van het krijgen van kinderen die alle vrouwen gemeen hebben? Maakt deze pijn deel uit van de vloek over de vrouw? Dat kon niet. Onthoud dat
De context dicteert dat de vrouw verwijst naar de bruid van Christus, het lichaam van gelovigen. Net als in de twee vorige vloeken verwijst dit verdriet specifiek alleen naar het lichaam van de gelovigen. Dit derde verdriet moet ook verwijzen naar het verdriet van het lichaam van gelovigen als gevolg dat zij verworpen kinderen hebben voortgebracht. Alsjeblieft, ga naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 12. We lezen in dit gedeelte van 1 Petrus over het lijden van de heiligen. Deze vormen van lijden of vervolging komen niet van buiten de kerk, maar worden binnen de kerk veroorzaakt door niet geredde leden van de kerk. Mensen buiten de kerk zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in de overtuigingen en zaken van de kerk. Maar van binnenuit komt de hevigste vervolgingen. Denk aan de Inquisitie en denk aan de vele vervolgingen in heel Europa. We lezen in 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukkingen onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alsof verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mogen verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Door onze vervolging wordt Christus verheerlijkt, want zelfs de toorn van de mens zal God loven, zegt Psalm 76 vers 10. Waar komen deze verworpen kinderen vandaan? Dit zijn meestal kinderen die uit godvruchtige gezinnen worden geboren. Maar als ze eenmaal op hoge posities in de kerk zijn geplaatst, ontwikkelen ze zich tot fanatici. Als we bijvoorbeeld merken dat we kwaadaardig zijn en op de zwarte lijst staan, als een soort sekte, denk dan aan de woorden van vers 14. Indien u gesmaad wordt vanwege de naam van Christus, gelukkig bent u, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Verworpen kinderen zijn niet alleen vervelend, ze brengen vervolgingen met zich mee. Dan lezen we in Genesis 3 vers 16. Uw verlangen zal zijn voor uw man. Wie is uw man? Zou dit een vloek kunnen zijn als deze echtgenoot naar Christus zou verwijzen? Absoluut niet. Hier moet de echtgenoot verwijzen naar een menselijk echtgenoot. Het is een vloek voor een godvrezende vrouw om zich aangetrokken te voelen tot een echtgenoot. Is het een vloek voor de godvrezende vrouw om zich aangetrokken te voelen tot een echtgenoot? In de meeste gevallen is het een vloek voor haar, want wat God hier zei was van dezelfde kracht voor haar alsof God het had gezegd dat ze niet langer vrij is. Ze is niet langer op haar eigen bevel, maar ze is onderworpen aan het gezag van haar man. En ze is afhankelijk van zijn wil. Het is alsof God had gezegd, gij zult niets anders wensen dan wat uw man wenst. Vindt ze dat leuk? Absoluut niet. Kijk naar Eva. Ze zet een grote stap door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Vroeg ze Adams toestemming om dat te doen? Nee, ze deed alsof ze helemaal geen gezag over haar had. Daarom wordt de vrouw die pervers haar eigen grenzen had overschreden, gedwongen terug te keren naar de positie waarvoor ze was geschapen.
Ze moest een hulp zijn voor de man. Eerder, voor de zondeval, was ze onderworpen geweest aan haar man. Maar het was een zachte onderworpenheid. Nu was ze echter in haar functie van bediende geplaatst. Kijk om je heen en kijk of er hier een vrouw is die zichzelf graag een dienaar van haar man zou maken. Dit is zeker een vloek. Hoewel het wordt verzacht door de cultuur waarin we vandaag leven. Je kunt ook zien in sommige huishoudens waar het gezag geleidelijk verdeeld is. Gelijk verdeeld is tussen de man en vrouw. Dat is een totaal onbijbels idee. Volgens de Bijbel en volgens God is de man het hoofd van het huis en moet de man de geestelijke leiding van het huis op zich nemen. Zo heeft God het ontworpen. Dat eist God van de vrouw, van de man en de vrouw die met elkaar getrouwd zijn. Sla Psalm 37 vers 3 op. Maar hoe zit het met de vrouw die getrouwd is met een niet geredde echtgenoot, een onbekeerde man? Of de vrouw die getrouwd is, maar wiens echtgenoot weigert de positie van leider in het huis in te nemen? Wat moet ze doen? Er is hier iets dat je aan deze situatie kunt doen. Ze kan doen wat alle andere dienaren van Christus doen. We lezen in Psalm 37 vers 3. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Verlustig u in de Heere en Hij, zo zal Hij u geven de begeerten uw harten. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Wat zegt God hier? We moeten op de Heere vertrouwen en Hij zal alles voorzien, in alles voorzien wat we nodig hebben. Er is geen man om kinderen te leiden. Is er geen man om kinderen te leiden? Neem dan de leidende rol op je voet, je kinderen op in de opvoeding en vermaning van de Heere. Verheugt u in de Heere. Hij zal de harten van uw kinderen veranderen en Hij zal u de verlangens van uw hart geven. Eerst verandert God je hart, dan legt Hij nieuwe verlangens in je hart. Dan vervult Hij die verlangens van je hart. Dat is hier eigenlijk Gods belofte. De laatste vloek van Genesis 3 vers 16 luidt als volgt. Hij zal over u heersen. Lezen we dit goed? Bedoelt God dit echt? Is dit slechts een geïsoleerd geval waarin God zegt dat een man over zijn vrouw zal heersen? Niet echt. Sla de eerste brief aan Petrus 3. Hoofdstuk 3 vers 1 op. Je vindt Petrus naar Hebreeën en naar Jacobus. Dit hoofdstuk gaf God regels aan vrouwen die getrouwd waren met onbekeerde mannen. God zegt hier in 1 Petrus 3 vers 1. Desgelijks, ge vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen de woorden gehoorzaam zijn, ze door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Want zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. Welke versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in vlechten van het haar en in het omhangen van goud en van klederen of klederen aan te trekken, maar in de verborgen mens des harten, in het onverderfelijke versiersel van zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Daarom, echtgenotes, die een onbekeerde man hebben,
Stop met zeuren, stop met evangeliseren van hem, opdat hij zonder het woord gewonnen kan worden door het gedrag der vrouwen. Laat hem de innerlijke schoonheid van een godvrezende vrouw zien. En laat zijn bekering aan God over. God weet wat hij deed toen hij jullie vrouwen dit advies gaf. Hier in 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 4. Misschien herinner je je de woorden van Efeze 5 die we de afgelopen weken verschillende keren hebben gelezen. God zegt in Efeze 5 vers 22 tot 24. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanen gelijk aan de Heere. Want een man is het hoofd de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behoeder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gods gebod is heel duidelijk en eenvoudig. Zoals hij heeft verklaard in Genesis 3 vers 16. Hij zal over u heersen. De vrouwen moeten zich aan hun eigen man onderwerpen zoals de kerk aan Christus doet. De man moet over haar heersen over de vrouw. De man is de geestelijke leider van het huishouden. De man is degene die de uiteindelijke beslissingen neemt. Maar als er geen man is, dan moeten de vrouwen begrijpen dat ze de kinderen niet zonder toezicht of geestelijke begeleiding mogen laten gaan. Sla alsjeblieft de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2 vers 11 op. Gods gebod betreffende het leiderschap van een man geldt ook voor het leiderschap in de gemeente. We lezen in 1 Timotheus 2 vers 10 tot en met 14. Maar het welk de vrouwen betaam die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid en in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. Maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw is verleid zijnde. Is in overtreding geweest. Daarom mogen vrouwen dus geen functies van ouderlingen of diakenen of voorgangers bekleden. Dit is een directe schending van het woord van God. En God gebruikte de zonde in de Hof van Eden als reden om deze regel in te roepen. Deze vijf vloeken zijn allemaal vervat in de vloek op de vrouw in Genesis 3 vers 16. Maar onthoud de context. In dit verband wordt de verzoening van Christus in het oog gehouden, in Genesis 3 vers 15. Daarom, hij, Christus, zal zegevieren. Ik zal vijandschap stellen tussen u en tussen de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u de kop vermorzelen en gij zult zijn hiel vermorzelen. De Satan haat de hele mensheid. En Satan haat vooral de vrouw, de bruid van Christus. Als God in 1 Timotheus 2 vers 15 zegt, zij zal gered worden in de vruchtbare leeftijd, doelt God op deze vrouw die in de volheid van de tijd de Heer Jezus heeft voortgebracht, die ook het zaad van een vrouw was. Aangezien Christus de enige is die onze strijd met Satan voert, moet hij zegevieren. Omdat hij God is. Was er ooit een strijd tussen Christus en Satan aan het kruis? Nee, Christus verdroeg met succes de toorn van God, die op hem werd uitgestort om de gerechtigheid van God en de gerechtigheid van God te bevredigen. Om de gerechtigheid van God te bevredigen nam Christus alle wapens uit Satans hand. Wapens waarmee Satan het menselijk ras zou verslaan. Daarom werd Satan een verslagen vijand. Satan kon geen van de uitverkorenen van God meer pijn doen.
Ze zijn buiten het bereik van Satan geplaatst, omdat ze gerechtvaardigd zijn. God bevestigt dit in Jesaja 53 vers 11. Je vindt Jesaja ongeveer in het midden van je Bijbel, een beetje na Psalmen, in het prachtige hoofdstuk 53, beschreef God in detail het plaatsvervangende verzoening van de Heer Jezus Christus. 800 jaar voordat het werkelijk plaatsvond, in 33 na Christus, we lezen in Jesaja 53. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Wat zei God? De Messias, de Heer Jezus Christus, zal kijken naar het lijden van zijn ziel, het lijden van zijn geest. En hij zal tevreden zijn, wetende dat zijn Vader zijn ziel niet in de hel zou achterlaten, maar zijn ziel weer zou ontvangen in de hemel. En op ongeveer 3 uur 's middags, op Goede Vrijdag, en nog zou de Vader het vlees van zijn zoon het verderf laten zien. Wat betekent dat zijn vlees weer levend zou worden gemaakt op de derde dag, op zondagmorgen. Door deze kennis, de kennis van de uitkomst van dit alles, en de kennis van de zonde van alle uitverkorenen, zal de dienaar van Jehovah, de Heer Jezus Christus, vele rechtvaardigen door hun ongerechtigheid heden te dragen. Met andere woorden, Christus zal deze strijd winnen door het principe van plaatsvervanging. Christus heeft in onze plaats geleden omdat hij in staat was de tweede dood te ondergaan in een periode van minder dan 24 uur. Terwijl wij zulk lijden niet kunnen verdragen, daarom nam hij onze plaats in, omdat hij ons genadig was. Maar aangezien Christus onze smarten van de hel droeg, zal hij daarom zegen vieren. Open uw Bijbels bij de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 14. En we kunnen kijken naar een prachtige belofte die God hier in 2 Korinthe 4 heeft gegeven. Toen Christus uit het graf werd opgewekt, zijn wij met hem opgewekt. Dat betekent niet dat onze zielen al bestonden, maar Christus als onze vertegenwoordiger was dood in het graf en we werden vertegenwoordigd door zijn dode lichaam. Omdat we dood waren naar lichaam en ziel, God zei toen Christus werd opgewekt, zijn wij met hem opgewekt. Dat is de taal die God gebruikt. We lezen in 2 Korinthe 4, wetende dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met jullie zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid van God. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend licht, uitnemend even gewicht ter heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar er is iets voorbehouden aan iedereen. Is er iets voorbehouden aan iedereen? Absoluut niet. De gevolgen van de zonde zijn veel erger dan we ons kunnen voorstellen. Mensen die besmet zijn met zonde zullen zich niet bekeren, tenzij God tussen beiden komt in hun leven. Maar glorieus, wanneer Christus voor ons treedt, zo zal hij ons beloofde, zoals hij ons beloofde, Genesis 3 vers 15, zal hij zegen vieren. Dan zullen we met de heiligen van 3000 jaar geleden de woorden van Psalm 51 zingen en de psalm van David toen hij de zonde had begaan met Batseba. Geparafraseerd gaat het als volgt.
God wees mij genadig, op uw genade rust ik mijn smeekbeden, overvloedig en mededogen. Wis nu mijn overtredingen uit. Was mij, maak mij van binnen rein. Reinig mij, o reinig mij van zonde. Mijn overtredingen beken ik. Mijn verdriet en mijn schuld en mijn ziel onderdrukken. Ik heb tegen uw genade gezondigd en u in uw aangezicht geprikkeld. Ik belijd uw oordeel rechtvaardig. Sprakeloos vertrouw ik op uw genade. Ik ben slecht, drie, en zondig geboren. Je verlangt naar de waarheid van binnen. Je bent alleen mijn redder. Leer uw wijsheid aan mijn hart. Maak mij rein, schenk mij uw genade. Gebroken, vernederd door het stof, door uw toorn en rechtvaardig oordeel. Laat mijn berouwvol hart zich verheugen in uw blijdschap. Uw stem horen voor mijn zonden. Overberg uw aangezicht. Veeg ze niet uit in uw grenzeloze genade. Veeg ze uit in uw grenzeloze genade. Dit zijn de woorden van hymn 94. Gracious God, my heart renew. Make my spirit right and true. Cast me not away from thee. Let thy spirit dwell in me. Your salvation's joy impart, steadfast make my willing heart. Sinners then shall learn from me, and to God restored shall be. Savior, all my guilt remove, and my tongue shall sing your love. Touch my silent lips, O Lord, and my mouth shall praise accord. No attempted sacrifice has acceptance in your eyes. Broken hearts are in your sight more than sacrificial rite. Contrite spirit pleading cries, thou, O God, will not despise.